Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We beginnen met de weerkaart van vanmiddag 2 uur. We zien een lage drukgebied liggen boven Wales. En dat lage drukgebied zorgt voor uh, wisselvallig weer in onze omgeving. Vandaag al veel buien. En als we langzaam kijken naar hoe de situatie zich morgen ontwikkelt, dan zien we dat het lage drukgebied langzaam naar de Noordzee trekt. En dat er meer buien passeren. Morgen later op de dag wat droger. En dan volgt woensdag het volgende regengebied. En daarbij ook weer een nieuw lage drukgebied. Dus al met al hebben we behoorlijk wisselvallig weer te pakken. Waarbij het ene lage drukgebied zo is getrokken. En het volgende lage drukgebied zich dus alweer heeft aangekondigd. Dat wisselvallige weer hebben we vandaag niet alleen gemerkt. Maar gaan we dus vanavond en morgen ook merken. Al zal het vanavond met een aantal buien wel meevallen. Eerst. Aan het begin van de avond nog enkele stevige buien, misschien ook onweer. Maar de tweede helft van de avond begint het droger te worden, komen er ook meer opklaringen. Temperatuur, halverwege de avond een graad of 14 en aan zee waait het krachtig met windkracht 6. Vannacht meeste buien in de kustprovincies. Aan zee neemt de wind daar dan toe naar windkracht 7, landinwaarts is het zo goed als droog en een graad of 10. En dan morgen overdag, Prinsjesdag. Nou, grote verschillen verwacht ik. In het westen en noordwesten is het behoorlijk wisselvallig en ook onstuimig. Stevige buigen aan de vallen, gaat ook voor zwaaien. Windkracht 7, af en toe windkracht 8, stormachtig. En er zijn zware windstoten mogelijk tot zo'n 80, 85 km per uur. Kan ongeveer de grens zo tekenen, denk ik. En daar ten oosten van is het veel rustiger. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land valt hooguit een enkele bui. De wind is ook rustiger, windkracht 4 tot 5. En de zon laat zich vaker zien. Want die zullen we in het noordwesten, denk ik, nauwelijks zien morgen. Voor de temperatuur maakt het allemaal weinig uit. Het wordt zo'n 16 à 17 graden. En alleen als het heel stevig regent, dan is het in het noordwesten 14 à 15 graden. Morgen dus wisselvallig weer. Maar later op de dag neemt de wind af en trekt de regen weg. Maar dat is geen verbetering naar de woensdag, want in de nacht na woensdag gaat het alweer regenen. En dat regengebied trekt woensdagochtend over het land. Woensdagmiddag nog een paar buien en weer af en toe zon. En dan temperatuur van 18 graden. De wind is woensdag wat rustiger, windkracht 5. Donderdag neemt u weer toe, uit het zuiden wordt hij dan in de kustprovincies en in het noorden. Windkracht 6, misschien windkracht 7. En ook donderdag hebben we de paraplu weer nodig. Regenbuien, kans op onweer en de temperatuur gaat iets omhoog met de zuidenwind. Misschien dat het in Limburg 20 graden wordt. Vrijdag is de wind naar het westen gedraaid, komt er weer koelere lucht en valt er ook weer een enkele bui. Dus het wisselvallige weer houden we de hele week. En dan de temperatuur. Nou, komende week dus weinig bijzonders onder de 20 graden. En als we wat verder vooruit kijken, zien we eigenlijk heel weinig gebeuren. Het blijft tussen de 15 en de 20 graden schommelen, middags En in de nachten meestal boven de 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza. Ik wens u een droge avond toe.